Het is nu 35 jaar geleden dat u bent begonnen met het opzetten van deze zoos in de Gozemaat. Waarom bent u destijds begonnen? Wat zegt u? Waarom bent u hier destijds mee begonnen? Omdat in deze wijk helemaal niks te doen was. En hebben mevrouw en Perk de beentjes bij elkaar gegooid en gezegd, wij willen eens wat doen in de Gozemaat. En we beginnen eens met de ouderen. Vanaf 50 plus, want dat zijn ze al oud, noemen ze. Dus vandaar zijn wij begonnen. En het loopt als een lier. En nog steeds. Elke donderdagmiddag hebben we hier het gezellig druk. Er zijn meestal 40 tot 45 personen. En het loopt nou fantastisch. En we hopen dat we nog heel wat jaren verder kunnen gaan. En allemaal leuk. Elke week hebben we een bingo. We zijn begonnen met sjoelen en kaarten. Maar dat wou natuurlijk niet verder. Nee, bingo, dat was het. Nou, en dat doen we nog steeds. Ik heb 45 jaar op de Gozemaat gewoond. Nou, helaas niet meer. Maar het trekt mij nog elke week, hoor. De Gozemaat. En vooral de ouderen. Ons gebouw is helemaal vernieuwd. Helemaal aangepast voor ouderen. Met toiletten en alles, noem maar op. Het ziet er hier prima uit. Dus ik zou zeggen, mensen, als je je donderdagsmiddag verveelt, ga naar de Gozemaat. En mijn dochter die heeft natuurlijk alles van mij overgenomen. Dat is dus mijn rechterhand. En daar ben ik heel blij mee. En die gaat het steeds verder. Als ik niet meer kan, doet zij het steeds door. Ja, want u bent niet meer de jongste, hè? Nee, dat ben ik niet meer. Maar oh, ik voel me nog niet zo, hè. Uw dochter die gaat het voortzetten, zegt ze. En ja, u bent ook al heel lang bij dit project betrokken? Ja. Ik ben begonnen hier met koersbal in het verleden. En dat is van de koersbal is dat overgegaan op de clubs, middags. Ja, en dan langzamerhand aan ik woon zelf in Wierden. Dus ik kom elke week naar Almelo toe. Ja, heel leuk. Ja, ja. Dank je wel. Bedankt. Ja, wie heeft vastgelegd? Zeg maar cheers. Heb je een breed beeld?